Goedenavond. Hartelijk welkom vanuit restaurant Mauve in Laren. Het programma dat dit jaar precies 118 keer onderzocht, ontmaskerde, aanklaagde en verdedigde. Maar net als vorig jaar, in de laatste uitzending van dit jaar, op een andere manier en vanaf een andere locatie de misdaad belicht. Vanavond gaat het om deze 8 mensen die dag in dag uit het leed met zich meedragen van gruwelijke misdrijven waar ze onvrijwillig bij betrokken raakten. En het gaat ook over de strijd die zij moeten leveren voor gerechtigheid of een oplossing van de zaak. Het zijn dossiers waar ik me niet alleen als misdaadjournalist, maar ook persoonlijk bij betrokken voel. Straks praat ik onder meer met de ouders van Gonda Smit, de 30-jarige vrouw die precies 2 jaar geleden overleed na een aangestoken brand in haar woning. Haar man Reinier zat wekenlang in voorarrest als moordverdachte. Jij hebt niets met die moord te maken. Jij weet er niets van en je draagt niet op een of andere manier een verschrikkelijk geheim bij je. Absoluut niet. Ik heb er absoluut niks mee te maken. En straks is ook het echtpaar van Buren bij mij te gast. Hun dochter Marion en hun kleindochtertje Romy zijn al meer dan een jaar spoorloos. U weet dat. En in 1998 was het voor hen het jaar van de hoop. Maar ook aan O, de verdachte vriend van Marion, overleed dit jaar en weigerde tot zijn dood consequent ieder commentaar. Kan je me vertellen wat je gedaan hebt nadat je Marion naar het station hebt gebracht? Zo, de mythe maar over, wat wil je nou? Dat is toch een gewone vraag? 1998 was ook het jaar van de hoop voor de vrouwen van de twee van Putten, Herman Dubois en Wilco Fiets. Zij werden tot lange gevangenisstraffen veroordeeld voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994 in Putten. Maar door jarenlang speurwerk dat wij samen met oud-hoofdcommissaris Jan Blauw naar deze kwestie hebben gedaan, is duidelijk geworden dat dit waarschijnlijk een gerechtelijke dwaling is geweest. Eentje die zijn weerga niet kent. Maar nu eerst 2 andere affaires waarin wij ons hebben vastgebeten en die eveneens een jaar geleden in ditzelfde Mauve aan de orde kwamen. Het verdachte verkeersongeluk waarbij Hans Westerman zijn hoogzwangere dochter Ramona verloor en de onopgeloste moord op de dochter van Wil Vreeburg, Caroline Pino, die 2 jaar geleden in Frankrijk dood werd aangetroffen. Op 7 augustus 1996 wordt op deze plek langs een snelweg net buiten Parijs het lichaam gevonden van de 24-jarige Caroline Pino uit Beuningen. Zij is samen met een vriend, Mark, op liftvakantie geweest naar Portugal. Op de terugreis krijgen zij en haar reisgenoot ruzie. Ze hebben op dat moment een lift van ene Jean-Pierre, een Franse chauffeur. De oneenigheid loopt zo hoog op dat Mark en Caroline in de Zuid-Franse badplaats Hendaye uit elkaar gaan. Mark blijft achter op het strand en reist de volgende dag per trein terug naar Nederland, terwijl Caroline alleen met Jean-Pierre verder gaat. Een dag later, op 26 juli, neemt ze nog geld op bij een bank op het station van de Noord-Franse stad Rennes, 500 kilometer verderop. Dat is direct haar laatste levensteken, want 12 dagen later wordt ze vermoord gevonden bij Parijs. Ze is gewurgd en in haar slaapzak op deze plek langs de snelweg gedumpt. De Franse recherche stelt een onderzoek in, maar laat erbij een aantal steken vallen. Zo wordt de chauffeur waarmee Caroline alleen verder reisde maar niet gevonden. Ook wordt maar bitter weinig onderzoek gedaan op de plekken waar Caroline voor het laatst is gezien. Carolines moeder voert een verbeterde strijd tegen de Franse bureaucratie en blijft erop hameren dat het onderzoek niet gesloten mag worden tot de moordenaar van haar dochter is gevonden. Haar strijd vergt veel van haar uithoudingsvermogen. Precies een jaar geleden sprak Wil Vreeburg in onze serie Mauve Gesprekken haar verwachting uit voor 1998. Ik hoop volgend jaar een stukje meer harmonie gevonden te hebben in mezelf en ook in het gezin met elkaar. Dat we dat gewoon aankunnen. In 98 bereikten ons uit Frankrijk enkele nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste getuige, de chauffeur Jean-Pierre, is inmiddels gevonden. Hij verklaart dat reisgenoot Mark Caroline hinderlijk probeerde te versieren en dat daar de ruzie over ging, die uiteindelijk leidde tot het uit elkaar gaan in de badplaats Hendaye. Ongeveer 100 kilometer noordelijker in het plaatsje Castet heeft Jean-Pierre Caroline op de parkeerplaats van een wegrestaurant afgezet. Hij heeft niet meer gekeken waar ze heen ging, aldus Jean-Pierre. Nieuw onderzoek in onder meer Castet heeft niets opgeleverd.
De jongste actie van de Franse recherche is een nieuw sporenonderzoek op het slipje dat Caroline droeg toen ze werd gevonden. Men probeert zo na 2 jaar alsnog te achterhalen of zij seksueel contact heeft gehad en zo ja, of er DNA is te isoleren. De uitslag laat nog op zich wachten. Dag Wil, welkom in Mauve weer. De recherche is iets verder gekomen, maar niet zo heel veel, hè? Nee, niet veel, nee. Ik probeer natuurlijk verder te komen met heel die ellende. En ik krijg er nu dan toch weer heel erge hartkloppingen van als ik het weer allemaal zie gebeuren. En dat gevecht wat ik heb gevoerd, dat leidt dus tot niks. Niet tot het aanhouden van een dader in ieder geval. Nee, nu gaat deze manier. Nu gaat de recherche weer aanvullend laboratoriumonderzoek doen. Maar eigenlijk heb je dat je met je nuchter verstand zegt, jongens, dat hadden jullie toch 2 jaar geleden al moeten doen. Waarom nu pas? Ja, dat is dus de vraag die ik 2 jaar geleden ook al had. Van waarom zijn er niet de doodgewone dingen gebeurd die gebeuren moesten? Die hele belangrijke zaken als het zoeken naar spullen van Caroline. De meest essentiële dingen die heel direct moeten gebeuren als een moord is gepleegd. Die word je zijn daar niet hels om dat nee, nu pas gebeurt? Ja, nu niet meer hoor. Ik begin nu dus meer een andere weg in te slaan, want anders overleef ik dat niet. Hè? En het is wel de. Ik moet dus leven met het feit dat mijn dochter er niet meer is. En dan kan ik me vastbijten in een onderzoek, niet vlot. Maar daar, als ik met mijn nuchtere verstand het zo zie gebeuren, dan kan ik daar heel lang op wachten. Ja. En er zijn natuurlijk momenten dat ik me daar vreselijk boos over kan maken, maar dat levert gewoon niks op. Behalve frustratie voor jezelf. Ja, en mijn gezin. Ja. Je zei me vorig jaar ook van, ik ben wel heel erg veranderd door deze gang van zaken. Ik ben veel harder geworden. Ik vertrouw niemand meer. Je illustreerde dat bijvoorbeeld ook door te zeggen dat je voor de doodstraf bent geworden. Heeft dat proces, die verharding, heeft zich dat voortgezet? Nee, ik denk het niet. Nee, want dat is heel toevallig. Ik vond van de week ben ik weer gaan lezen in een dagboekje van Caroline. En daar schrijft zij in van, zij had al zo haar verdrietjes en zo. En daar schrijft ze, ik word steeds harder. Omdat ik nou al zoveel meegemaakt heb, word ik steeds harder. En dan schrijft ze eigenlijk later van, nou heb ik dit meegemaakt en nou ben ik nog niet harder geworden. Dat gaat dus niet. Ja. En daar dacht ik van de week over na. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Je gaat wel je probeert een scherm op te trekken, dan lijk je harder, maar je blijft in wezen dezelfde die je was. En als je een gevoelig iemand bent, dan blijf je dat. Ben je daar dat blij heb om? Ik eigenlijk, ja, eigenlijk wel, want ik denk niet dat het goed is als je keihard gaat worden. En dat kan je ook niet. Maar je kunt een beetje spelen met een schermpje optrekken en zo. En dat heb ik dan weer van Caroline. En in die zin leert zij mij eigenlijk nog steeds. En daar word ik niet harder van, eigenlijk alleen maar zachter. Kan je zeggen dat alle ellende, alle verdriet je ook nog iets goeds heeft gebracht? Ja, ik ben met Caroline bezig. En anders ben je met een dader bezig die je niet kent en waar je niks weet. En dat houdt een keer op als die ook niet gevonden. Daarbij, ik zie dan ook bij mensen die dan wel een dader weten, dat zij alleen nog maar bezig zijn met frustratie over de dader, die ten eerste te kort gestraft is meestal. Ten tweede, dan komt hij vrij, dan komt hij ergens rondlopen, dan zijn ze bang dat ze hem tegenkomen. Dan willen ze hem ook nog een kopje kleiner gaan maken. En dan heb ik wel eens gedacht, misschien ben ik wel beter af als ik het niet weet. Zo ga je allemaal denken. Vreemd, hè? Dankjewel. Vorig jaar was hier ook de vader van Ramona Rozeboom te gast. In 1996 overleed zijn 25-jarige dochter volkomen onverwachts bij een dramatisch en zeer verdacht verkeersongeval. Het was het begin van een lange, moeizame strijd die nog niet ten einde is. Vanavond is hij hier weer en zometeen zit hij bij mij aan tafel. Op 19 april 1996
komt de zwangere 25-jarige Ramona Rozenboom om het leven bij een even tragisch als verdacht verkeersongeluk op de ringweg bij Alkmaar. Haar echtgenoot raakt zwaar gewond. Een auto wordt frontaal aangereden door een tegemoetkomende wagen, bestuurd door de dan 38-jarige Turk Mehmet C., die door een roekeloze manoeuvre op de verkeerde weghelft belandt. Mehmet C., die het ongeluk ternauwernood overleeft, moet op 1 juli 1997 voor de rechtbank in Alkmaar verschijnen. Er wordt hem geen doodslag, maar dood door schuld ten laste gelegd. Hij krijgt uiteindelijk 6 maanden cel. Doodslag wordt uit de tenlastelegging geschrapt, omdat dit volgens de officier van justitie niet bewezen kon worden. Maar volgens Hans en Sylvia Westerman, de ouders van Ramona, is de recherche veel te snel uitgegaan van een gewoon ongeluk. Niks dood door schuld, zeggen zij. Mehmet C. heeft zo roekeloos en onbedachtzaam gereden dat hij zijn eigen leven en dat van anderen doelbewust in gevaar heeft gebracht. Opzet dus, oftewel doodslag. Op hun verzoek duiken wij in de zaak en ontdekken dat er aan het fatale ongeluk het nodige vooraf is gegaan. Zo bleek dat Mehmet C. kort voor het ongeluk ruzie had met ene Sahin in een Turks koffiehuis. De politie heeft deze ruzie nooit onderzocht, ondanks de belofte dat wel te zullen doen. De politie die is toen later heeft ook nog een onderzoek ingesteld in het koffiehuis. Nou, ik weet niet hoor. U bent nooit gehoord door de politie? Nee, nee, niet. Na de ruzie zou Sahin samen met een vriend zijn weggereden, waarna Mehmet C. de achtervolging inzette. Toen C. hen van de weg wilde rijden, verloor hij de macht over het stuur en kwam in botsing met de auto van Ramona. Uit deze 0611 weekendbeelden van vlak na het ongeluk, waarvan wij de geluidskwaliteit verbeterden, bleek dat Sahin het volgende zegt tegen zijn vriend. In het Larense Mauve, waar Peter vorig jaar de ouders van Ramona Rozenboom sprak, uit Hans Westerman zijn ongenoegen over de gang van zaken. Het Openbaar Ministerie die vertegenwoordigt de Staten Nederlanden. Die vervolgt ook namens de Staten Nederlanden. Daar zijn wij ook een klein stukje van. Dus ik vind dat wij gewoon niks meer of minder als het recht hebben om op hun steun en adequaat optreden te kunnen rekenen. En dat is tot op heden is dat nog niet gebeurd. Het gebeurt uiteindelijk wel in 1998 op 24 april. Die dag dient het hoge beroep voor het gerechtshof in Amsterdam. De advocaat-generaal krijgt toestemming om de tenlastelegging te veranderen in doodslag. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtercommissaris die het verloop van het ongeluk opnieuw moet laten onderzoeken. Dat daar de afgelopen maanden behoorlijk schot in is gekomen blijkt wel uit het feit dat al onze uitzendingen over deze affaire en de verbeterde 0611 weekendfragmenten inmiddels bij ons zijn opgevraagd. Ook wordt gezocht naar een anonieme getuige die zich bij ons meldde en verklaarde dat hij de dollemansrit van Mehmet C. en Sahin door de wijk Overdie heeft gezien. Wellicht komt de ware toedracht van het dramatische ongeluk bijna 3 jaar na dato dan toch boven water. Dag Hans. Heb je daar vertrouwen in dat die waarheid nog boven water komt na 3 jaar? Oh jawel, ik hoop alleen dat het in deze eeuw nog is. De president van het gerechtshof heeft op een gegeven moment bepaald dat ze nog 6 maanden de tijd krijgen om die zaak alsnog te onderzoeken. We zitten nu op 8 maanden en ik heb nog niks gehoord. De zaak staat nog niet op de rol, op de agenda. Althans niet bij mij bekend. Hoe kan dat nou? Geen flauw idee. De zaak die moest worden onderzocht door het gerechtelijk laboratorium en het onderzoek in dat koffiehuis, dat moest alsnog plaatsvinden. Ik weet niet wanneer die opdrachten tot die onderzoek de deur uit zijn gegaan, maar ik zeg al, voorlopig zitten we op 8 maanden en... Maar dat is toch gek? Ik was bij die zitting in april en ik heb dat die president ook horen zeggen, uiterlijk een half jaar. Er verstrijkt gewoon een half jaar en er gebeurt niks. Nee, en je gaat er toch, je gaat erop zitten wachten. Je telt de maanden als het ware en je ziet oktober zie je dan steeds dichterbij komen. Dan informeer je omdat je voor de rest eigenlijk niks hoort en dan weten ze ook nog niks, want het onderzoek is nog niet klaar enzovoort. Dan denk ik, joh, er zullen best zaken zijn die prioriteit hebben, maar... We praten hier over een van de zwaarste misdrijven uit het wetboek van strafrecht. Nee, me dunkt dat ik zeg, en zeker gelet op de tijd die inmiddels verstreken is na het ongeval, dat het een zaak is die wel prioriteit verdient. In welke zin heeft deze strijd jouw leven veranderd? Nou, ik heb het gevoel dat mijn karakter gewoon veranderd is, blijvend veranderd. In welke zin?
Ja, er zijn, ik ben wat, ik kan veel minder hebben. Er zijn een heleboel dingen die me irriteren, waar ik gewoon niet goed mee om kan gaan. En, heeft dat ermee te maken als mensen dingen afschuiven, geen verantwoordelijkheid durven nemen? Ik heb op een gegeven moment een schriftelijke aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie. Toen kreeg ik een briefje terug van de officier van justitie, waarin stond dat het hem verbaasde dat betrokkenen zelf kennelijk geen aanleiding hadden gevonden om aangifte te doen. In de zaak waarbij mijn dochter en haar ongeboren vrucht om het leven waren gekomen. Nou heb ik zoiets, formeel heeft hij dan misschien gelijk, maar alleen de strekking van zo'n briefje over. Ja. We praten over een kindje van bijna 8 maanden. En als ik dan op de antwoorden die, op de vragen die Otto Vos toen gesteld heeft aan minister Zorgdrager, lees dat er voldoende aan gedaan is, dat er voldoende betrokkenheid is getoond, dan vraag ik me af waar die betrokkenheid dan zit. Ja. Ik heb hem nog niet kunnen vinden, op geen enkele wijze. Deze strijd is een onderdeel van jouw leven geworden, zou je kunnen zeggen. Stel nou eens, en laten we dan even optimistisch zijn, dat de rechtszaak goed afloopt en dat je strijd als het ware ten einde komt. Val je dan niet in een diep gat? Misschien wel, maar ik heb zoiets van, nou, dan zien we dat dan wel weer. En dan heb je in ieder geval voor jezelf heb je het gevoel, we hebben er gewoon alles aan gedaan en wat we wilden, dat is gelukt, dat hebben we bereikt. En dan moeten we gewoon door. Hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn, maar dan heb je een hoofdstuk heb je dan afgesloten. En op dat moment, als dat allemaal achter de rug is, dan denk ik dat we pas verder kunnen met ons leven. Dankjewel. Tot zover dit eerste gedeelte van onze jaarlijkse MAUVE-gesprekken over de gevolgen van misdaad. Na de reclame praat ik met 2 ouderparen, de familie Drent en de familie Van Buren. Hun levens worden, en dat kan ik zonder overdrijving zeggen, dag en nacht beheerst door het dramatische lot dat hun dochters trof en de vele vragen die tot op de dag van vandaag onbeantwoord zijn gebleven. Tot zometeen. Kerstdag, de musicalfilm Annie met Albert Finney, Carole Burnett en Tim Curry. Daarna de ontroerende kerstfilm Miracle on 34th Street met Richard Attenborough. Dan Over the Top, waarin Sylvester Stallone vecht om de voogdij over zijn zoontje te krijgen. En tenslotte Rent-A-Cop met Liza Minnelli en Burt Reynolds. Merry Christmas. Tweede kerstdag dus, 4 fantastische films vanaf 16:15 bij SBS6. Lord of the Dance, geregisseerd en geproduceerd door Michael Flatley. Een nieuwe show met nog meer spektakel. Van 11 tot en met 14 mei 1999 in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu reeds uw kaarten. Ga naar een van de 150 grotere postkantoren of bel 0900 9203. V
vanaf nu voor altijd bij McDonald's de Mac Deluxe. Een lekkere berg knisperig verse sla, tomaat, verse uitjes, komkommer en een supergrote burger. Met een beetje oefenen gaat het steeds makkelijker. Gek op Mac. Ja, maar hadden we Hitler. Crisis in Irak. We houden u op de hoogte. Rond 11 uur. Skiën de moeilijke manier. Skiën de makkelijke manier. Bespaar je de moeite van contant geld met Visa. De kaart die wereldwijd voor meer transacties geaccepteerd wordt dan enig andere kaart. Visa maakt het leven makkelijker. Bel nu gratis 0800 80 40. De Mac Deluxe is er ook met bacon. Gek op Mac. December 1996, precies 2 jaar geleden dus, kregen de heer en mevrouw Drent te horen dat hun dochter Gonda die nacht gedood was bij een merkwaardige brand in haar woning. Het was het begin van een nachtmerrie die nog altijd niet is afgelopen. Want de dood van de 30-jarige Gonda Smit was geen ongeluk, maar ze bleek het slachtoffer van een gruwelijk misdrijf. En de hoofdverdachte, dat was hun schoonzoon. Op 12 december 1996 vinden brandweerlieden het lichaam van de 30-jarige Gonda Smit uit Hoge Zand. Zij is omgekomen bij een brand in haar woning. Nog geen week later blijkt dat de brand is aangestoken. Deskundigen treffen op tapijtresten uit de woning en op de kleren van Gonda sporen van motorbenzine aan. Uit een voorlopige sectie blijkt bovendien dat de hals van Gonda is doorsneden. En dat ze een schedelbreuk heeft ontstaan door geweld van buitenaf. Bijvoorbeeld door een klap op haar hoofd. Aldus de sectiearts. Een week na de brand staat vast dat Gonda Smit, moeder van 2 kinderen... het slachtoffer is van een gruwelijk misdrijf. De verdenking valt al snel op haar echtgenoot Reinier Smit. Notabene de man die de brand had gemeld en die als held werd beschouwd nadat hij samen met zijn buurman zijn kinderen van een vuurdood had weten te redden. Maar uit het politieonderzoek komt een heel andere Reinier Smit naar voren. Reinier zegt dat toen hij op de bewuste avond om 11:45 thuis kwam, de brand al gaande was. Maar zijn alibi bleek niet waterdicht. Hij wist nog, voor hij het kon weten, dat er sprake was van brandstichting met een vloeistof. Twee maanden voor de brand heeft Reinier in het Groningse casino iemand benaderd die later verklaarde dat Reinier vertelde dat hij met iemand problemen had en dat die persoon aan de kant moest. Reinier houdt er een verboden liefde op na en hij verzwijgt zijn gokverslaving en zijn hernieuwde casinobezoek, zowel tegenover Gonda als tegenover de politie. De politie veronderstelt dat Gonda er enkele uren voor haar dood achter was gekomen dat Reinier nog steeds gokte toen ze haar man toevallig ontmoette in de parkeergarage van het Groningse casino. Ik had al zo'n voorgevoel, zou Gonda hebben gezegd. Ze zou hem hier 's avonds thuis mee hebben geconfronteerd. Na de brand wordt in de kamer waar Gonda is gevonden een lege kluis aangetroffen waarvan de deur open staat en waar volgens Reinier 350.000 gulden in had gelegen. De politie heeft een 31-jarige man aangehouden met een brand waarbij zijn echtgenote om het leven kwam. Maar terwijl Reinier in voorarrest zit, komt het gerechtelijk lab met zijn definitieve conclusies die moord in twijfel trekken. De sectiearts zegt nu dat het hoofdletsel bij Gonda
Ook kan komen door een val. De doorsneden hals kan zijn veroorzaakt door het systeemplafond dat op haar is gevallen. Drie maanden na de brand hoopt de politie met een reconstructie dat Reiniers verklaringen over de fatale nacht niet kloppen en dat hij toch achter de dood van zijn vrouw zit. Voor het oog van de politiecamera's moet Reinier daarom van minuut tot minuut aangeven wat hij deed op de avond van de brand. Maar het levert niets op. Reinier Smit wordt na 50 dagen voor arrest vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het onderzoek wordt een paar maanden later gestart. De dood van Gonda Smit blijft onopgelost. Mevrouw Drent, u verliest door die brand uw dochter en uw schoonzoon is dan vervolgens een moordverdachte. Dat lijkt me een enorme klap. Ja, het is vreselijk om daarmee te leven. Ik weet het niet wat voor woorden. Ik heb er geen woorden voor. Echt niet. En als ik naar die schatten van kinderen kijk, dan ben ik er soms zo ver mee weg. Dan denk ik, alles hoeft voor mij niet meer. Het is te veel. Het is te veel. Echt, veel te veel. U heeft het over de kinderen. Nu is het zo dat Reinier, de man, voor deze kinderen zorgt. En die brengt ze vaak bij u en hij komt ze bij u halen. Dat lijkt mij meer dan iemand kan verdragen eigenlijk. Ja, wat moet je? Hij komt ze halen en je schiet vol. Of schoon er misschien meer daders zijn geweest, we weten het niet. We gissen en wij... Ik weet het niet hoe ik dat onder woorden moet zeggen. Echt waar niet, ik heb er geen woorden voor. Kunt u dat, meneer Drent? U heeft een mening over deze zaak. Ik ken die mening ook. Hoe gaat u dan met dit soort dingen om? Ja, het blijft moeilijk. Ik wou maar zeggen, hij is als verdachte toen opgepakt. Ik wou maar zeggen, het is niet bewezen dat hij het gedaan heeft. Dat is uit alle onderzoeken aangetoond. Ik wou maar zeggen, ik kan ook niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Maar het blijft enorm moeilijk. En ik wou maar zeggen, wat ons er nog doorsleept, ja, dat zijn die kleine kinderen. Daar hebben wij ook alles voor over. En ik wou maar zeggen, daar doen we ook alles voor. Dat die, maar die moeten nou de liefde van hun moeder missen. En die proberen wij op alle mogelijke manieren te geven. Mijn vrouw ook, net als ze net aangaf, ze heeft er soms enorm moeilijk mee om dan verder te gaan. Ik zeg, maar wat heb je eraan als je er niet meer bent, meid? Ik zeg, maar dan ben ik er alleen voor. En ik zeg, die lieve kleinkinderen die zijn er nog. Ik zeg, we moeten, hoe moeilijk dat het ook is, doorgaan. Want die zijn dan hun oma kwijt. Die zijn hun oma kwijt, ja. Plus dat we nog een gehandicapte dochter thuis hebben. Ik wou maar zeggen, die moet ook haar zorg hebben. Die heeft ook nog thuis. Ja, de ene dag bij de andere dag is het verschillend. Soms dan sta je op en dan heb je nou zoveel puf. Dan denk je, oh, die lieve kinderen heb je, hè. Ze moeten naar school. En soms heb je dagen, als mijn man ze dan wegbrengt, dan denk ik, ach, ik kruip nest weer in. Want dan heb ik het niet meer. En dan huil ik mij uit. En dan wordt het ook wel weer wat makkelijker. Maar alles met alles, het blijft vreselijk moeilijk. Het was zo'n lieve meid. Voor die kinderen was ze op en top moeder. Op en top. En die kinderen die beginnen nou ook te vragen. Hè? En dan heb je het daar gewoon moeilijk mee. Want wat vertelt u die kinderen hier nou over? Ja, ergens niks. Ze kwam me zeggen, we gaan op tijd, met een graaf gaan we dan heen. Nou, en die kleintje die begint ook te vragen en die begint soms te zingen. Nou, mijn moeder die is dood en al. En dan zegt die oudste van 7 jaar, die zegt dan al van, ach oma, daar moet je maar niks van geloven hoor, zegt ze. Wat Christian zegt, maar als Christian ouder is, dan vertel ik alles wel. Dan vertel ik alles wel. Nou, en dat zijn allemaal dingen die je heel hard aankomen. Heel hard. Dan denk je soms, waar moet je met je verdriet in? En dan heb ik wel eens de neiging van, nou, ik ga op bed. Ik wou dat me niet meer wakker werd. Zo ver ben ik er dan mee heen. Meneer Drent, u heeft
door deze zaak, op een pijnlijke manier denk ik, ervaren hoe het recht werkt, waar de beperkingen liggen. Bent u daardoor anders over rechtspraak en rechtvaardigheid gaan nadenken? Ja, ja zeker wel. Zeker wel. Ja. Hoe? Ik wil maar zeggen, dat alles zo... Als een politieagent bijvoorbeeld iemand wil volgen, dan moeten ze eerst weer permissie hebben van de officier van justitie. En die soort dingen, dat alles zo... dan zeg ik op mijn beurt van de rechtszaak net zo krom als wat ik wil. Maar kunt u het begrijpen allemaal? Of zegt u van nou, ik kan het gewoon niet volgen? Nou, soms is mij dat... Als ik dan weer met die mensen praat, dan begrijp ik hun houding wel. Als ze dat dan uitleggen, dat zij ook maar beperkte middelen hebben. Mm. Maar ik heb er soms wel heel moeilijk mee, ja. Heeft u de verdwijningszaak van Marion van Buren en haar dochtertje Romy gevolgd? Kent u die zaak? Ja. Doet dat dan iets speciaals met u? Omdat dat om een vrouw gaat, jonge vrouw? Ja. Heel veel, hebben we ook heel veel mee te doen. Dat heb ik toen ook op televisie allemaal gezien. Ja, heel veel. Beslist. Maar wat ons wel heel goed doet, dat is alle steun die we nog steeds hebben van haar vrienden en vriendinnen. Hmm. En ook dat ze die 25.000 gulden beloning uitgeloofd hebben. Voor de gouden tip. Die staat nog steeds. Alleen ik vind jammer dat justitie er geen 25.000 gulden mee opgenomen heeft. Want... Ja. Maar daar moet je misschien Boonstra voor eten. Daar moet je misschien, ja. Dus dat is dan weer dat verschil van bekende Nederlanders. Ja. Ik geloof, december, die dag dit gebeurd is. Als je dan naar de graf gaat en dan, als het allemaal bloemen zijn, er kon niet één bloem meer bij. En allemaal die vriendinnen en de hele Meerwijk, dat doet je zo goed. Echt, dat doet je heel goed. En dat ze maar... Altijd blijven weerkomen en opa en oma, zus en opa en oma. Nou, als we zulke vrienden niet hadden, dan waren we nergens meer geweest. Echt. Ja, danken we haar, iedereen nog. Iedereen danken we haar nog allemaal voor dat en, zo kan. Het is niet zulke alleen van mensen. Waar ik misschien gezegd heb, maar ook van... Laat ik zo zeggen, alle vrienden en vriendinnen waar ze ook wegkomen. Dat er geen misverstand wordt vanzelf. Dat is in ieder geval een rijk bezit. Ja, echt. Dank u wel. Ja, echt. Tenminste. Ja, en zometeen gaan we het hebben over de verdwijning van Marion en Romy. Dit is het allereerste krantenbericht dat over deze zaak verscheen. Een mysterie dat tot een van de meest geruchtmakende van de afgelopen 2 jaar zou uitgroeien. Hoe vaak moesten alleen wij al deze foto aan u tonen? En de hoeveelste keer zou het inmiddels zijn dat de ouders van Marion, Hans en Corrie van Buren, een interview geven in de hoop dat het de zaak een nieuwe impuls zal geven. Maar we gaan eerst even terug naar juni 1997. Bij het blijf van mijn lijfhuis in Haarlem meldt zich een doodsbange moeder met haar 1 jaar oude dochtertje. Het zijn Marion van Buren en Romy uit Bergen. Marion wordt zwaar mishandeld door de vader van haar kind, de Alkmaarse crimineel Okan O. Marion en Romy hebben toch weer een ontmoeting met Okan hier in Marions huisje in Bergen. Ze krijgen een knallende ruzie en aan het begin van de avond vertrekt het drietal. Okan rijdt in deze gifgroene Opel Kadett cabriolet met zijn weg richting Alkmaar. Moeder en dochter worden nooit meer gezien. Okan O zegt tegen de politie dat hij ze naar het station in Alkmaar heeft gebracht, maar daar zijn geen getuigen van. Okan moet zich in Leeuwarden voor de rechter verantwoorden voor zijn aandeel in een gewelddadige vechtpartij in een Friese discotheek. Er volgt na afloop van de zitting een confrontatie. Marion en Romy zijn al ruim 3 maanden weg en Peter laat Okan foto zien van de mishandelde Marion. Deze foto. Okan moet zich nu in Alkmaar voor de rechter verantwoorden voor een aantal van die mishandelingen van Marion. Hij zal uiteindelijk worden veroordeeld tot een werkstraf.
In het Amsterdamse café Plakhoek raakt Okan betrokken bij een gewelddadige afrekening. Er wordt 15 maal geschoten. Een man raakt gewond. Niet lang daarna wordt Okan gearresteerd. Okan wordt nu officieel verdacht van de mysterieuze verdwijning van Marion en Romy. Er zijn inmiddels ook regelmatig zoekacties, onder meer langs de afsluitdijk, maar er wordt niets gevonden. En Okan, hij zwijgt in alle talen. Ondanks zijn hardnekkige zwijgen hoopt eigenlijk heel Nederland in 1998 op een doorbraak. Maar het lijkt een race tegen de klok te worden wanneer duidelijk wordt dat Okan ongeneeslijk ziek is. We besluiten daarom wekelijks deze oproep uit te zenden. Een laatste kans. Als jij weet waar Marion en Romy zijn en je bent zo ernstig ziek, zou jij ons dan willen zeggen waar ze zijn? Tot verbijstering van Marions ouders laat justitie in Amsterdam Okan vrij. Op humanitaire gronden, omdat hij inderdaad ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Een fatale inschattingsfout. Zo zal heel snel blijken. 3 dagen na zijn vrijlating pleegt Okan O met 2 vrienden... een gewapende overval op deze Rabobank in het Noord-Hollandse Het Zand. Ze maken meer dan een ton buit en schieten tijdens een wilde klopjacht op de achtervolgende politie. Hierbij wordt een voorbijgangster getroffen. Okan en een van de mede-overvallers worden gearresteerd, terwijl ze in deze snackbar in Alkmaar staan te flipperen. Ze zijn zwaar bewapend en hebben een klein deel van de buit bij zich. Okan wilde met het geld naar Amerika vluchten. Okans gezondheid gaat snel achteruit. Hij heeft kanker en wordt overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Voor de recherche begint nu een race tegen de klok. Zal hij iets loslaten over het lot van Marion en Romy voor hij sterft? De doodzieke Okan verschijnt op een EHBO-bed voor de Amsterdamse rechtbank wegens zijn aandeel in de schietpartij in het Amsterdamse café in september vorig jaar. De uitspraak is 4 jaar, maar het doet er niet meer toe. Iedereen weet, voor Okan is het nog een kwestie van weken. Wat iedereen vreest, gebeurt. Okan sterft zonder iets los te laten in de armen van zijn moeder in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Zijn lichaam wordt overgebracht naar zijn geboorteland Turkije. Als hij weet wat er met Marion en Romy is gebeurd, dan ligt er een vreselijk geheim begraven in een klein Turks bergdorpje. Justitie en Marions ouders geven de moed nog niet op. In gezamenlijk overleg wordt de beloning voor de gouden tip verhoogd tot 1 ton. De recherche denkt dat Okan zijn geheim misschien met een vriend uit zijn milieu heeft gedeeld. Met de hoge beloning hoopt men nu vooral mensen uit Okans directe omgeving over de streep te trekken. Maar het blijft stil. Dat is misschien wel niet zo vreemd, want Okans allerbeste vriend Aziz K. blijkt spoorloos verdwenen. Als Okan zijn geheim met iemand heeft gedeeld, dan moet het wel haast deze 28-jarige Surinamer zijn. Ze waren tot aan Okans dood onafscheidelijk. Deze Aziz was in juli nog veroordeeld tot 7 jaar cel wegens zijn aandeel in de bankoverval met Okan, maar hij is nog steeds voortvluchtig. Datzelfde geldt voor een tweede man uit Okans milieu die mogelijk iets weet. De Zaandammer Ferhat A. Van hem is bekend dat hij omgang had met Marion en dat hij Okan wel eens heeft gedreigd om Marion iets aan te doen. Verder wordt Okan ervan verdacht dat hij bij Ferhat's woning een brandbom naar binnen heeft gegooid. Maar deze Ferhat blijkt al sinds de verdwijning van Marion en Romy spoorloos te zijn. Weet Ferhat A misschien meer? De recherche kan het hem niet vragen. De Alkmaarse politie verricht haar voorlopig laatste zoekactie naar Marion en Romy. Met honden wordt een stuk van het Noord-Hollands kanaal bij Koedijk afgespeurd. Er wordt niets gevonden.
Marion en Romy zijn nu anderhalf jaar spoorloos. En een oplossing van het mysterie lekker weg dan ooit. Ja, Hans en Corrie, ik stipte het in de inleiding al eventjes aan. Het hoeveelste interview is dit wel niet voor jullie in deze jaren? Heel veel. Ja, ik zou het niet weten. Ik heb het niet geteld. Honderden misschien wel? Ja, waarschijnlijk. Jullie zijn tegen wil en dank bekende Nederlanders geworden. Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Inderdaad, tegen wil en dank. Maar je hebt er alles voor over. Ja. Wat doet dat met jullie? Overal waar je komt zie je waarschijnlijk mensen kijken van, oh, dat zijn die ouders van. Ja. Ja. Geef je dat steun of maakt het dat juist moeilijk? Nou, soms wel. Soms geeft het je wel steun. Dan komen ze naar je toe en ze zeggen, mag ik u wat vragen? Nou, dan weet je het eigenlijk al. Ja. Maar alleen al een hand op je schouder, even. En dan weer door te gaan. Dat ze zeggen, nou, ga door hoor, jullie doen het hartstikke goed. En ik blijf voor jullie bidden, dat hoor ik zo vaak zeggen ook. En ga door, we steunen jullie. Jullie leven tussen hoop en wanhoop, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat overheerst nou het meest? De wanhoop, denk ik. Ja. Wel? Ja. Is de hoop afgenomen dat je er ooit nog achter zal komen wat er is gebeurd, wat het lot van Marion en Romy is? Nou, dat niet natuurlijk. Je blijft natuurlijk hopen, maar ja, het wordt steeds minder natuurlijk met tips en alles wat voorheen erg op... Het overlijden van Okan moet voor jullie een verschrikkelijk moment zijn geweest. Ja, heel erg. Ja, dat we echt hopen dat hij dat toch, als hij het zou geweten hebben, dat hij het zou vertellen. Ja, dat bleef uit. En na die tijd dacht je misschien vrienden om hem heen, die het eventueel zouden weten. Maar dat is ook tot nog toe uitgebleven, dus ja. Dan geef je in, de hoop wordt dan inderdaad minder, zoals je het stelt, ja. Voel je het als het ware door je vingers heen glippen? Ja. Je bent echt, echt totaal uit het veld geslagen. Lam. Dagen, nachten. Ja, gewoon lam geslagen. Huilen. En niets, maar dan ook echt niets meer uit je handen kunnen. Je bent gewoon klem. Ja, kan ook niets verdragen. En alleen maar dat ene beeld zie je voor je. Waarom en waar? Jullie kleindochtertje Romy is nou in feite al langer weg dan jullie haar überhaupt hebben gekend. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. We zeggen wel eens, als je er zou zien, dan zou je het misschien eens herkennen. Dat is toch heel erg, hè? Ja, zeker. Ik vraag me ook steeds af, waarom mogen we het niet weten? Waarom niet? Mag ik niet eens weten waar mijn kind is en mijn kleinkind? Er moet ook iemand zijn die het weet. Daar ben ik mede met de politie van overtuigd dat diegene er is. Hoe kan zo iemand leven met zo'n geheim? Dat kan toch niet? Nou, ook in deze tijd van al de bezinning, kerstmis, vrede op aarde. Nou, waar blijft er dan? Laat diegene toch zijn hart storten. Zo kan je toch niet verder leven? Heeft diegene geen gevoel? Heeft diegene geen hart? Je zou bijna zeggen van niet. Niet, nee. Je gaat aan de mensen twijfelen ook. Dan denk je nou, je weet het. Waarom mogen wij het niet weten? Laat ons dan in ieder geval weten waar we ze kunnen vinden. We hebben echt alle hoeken en gaten toch gehad in heel Nederland. Anderhalf jaar lang zijn we nu bezig. Heeft dit drama jullie leven definitief veranderd? Ja. Wil Vreeburg, de moeder van Caroline, zei bijvoorbeeld van, het heeft mij veel harder gemaakt, ik vertrouw niemand meer. Bespeuren jullie dat soort dingen ook bij jezelf? Nou, ja, het heeft ons leven heel veel veranderd. Heel veel. Je wordt ook wat assertiever. Je wordt ook, nou, niet wantrouwender dan, nou, gelukkig, ik heb wel momenten gehad. Maar ik koester wel diegene die ons, als het ware, een arm om je heen legt. Die mensen koester ik. Ja, die zijn er ontzettend veel. Dus. Ja, daar ben ik ook bijzonder dankbaar. Echt, maar dat het veranderd is, zeker. Ook met onze zoons. Die hebben er ook heel erg moeilijk mee. Ja, kunnen er ook gewoon moeilijk over praten. Heel moeilijk. Ook het converseren met ons, ja, dat gaat zeer moeizaam. Zeer moeizaam. Liefst maar niet over praten.
overheersend en beheersend. Ja, ze stoppen het weg, hè. Dat moet niet natuurlijk. Je moet erover blijven praten. Maar we blijven hoop houden, net wat je zegt. De wanhoop komt je ook wel eens ver weg, maar de hoop blijft. En zolang je niets weet, blijft er hoop. Maar het wordt natuurlijk minder, dat wel. Maar dan moet je toch iets horen van wat er gebeurd is in ieder geval. We willen het zo graag weten. Waar we ze kunnen vinden. Pas dan kan je... Kan je met je leven verder gaan. Dan kan het ook wel weer inhoud krijgen. Ja. Ik vind het zo moeilijk. Dat is het ook natuurlijk. Het is het moeilijkste wat er is, denk ik. Voor een ander onvoorstelbaar misschien. Ja. Ook daar heb ik wel begrip voor, maar ze kunnen nooit voelen wat je doormaakt. Niemand. Alleen als je het zelf hebt meegemaakt. Het is gewoon in en in triest. En dan gewoon ook te bedenken dat er gewoon iemand moet. Er moet iemand zijn die het weet. Ja, laat diegene het maar zeggen. Alsjeblieft. Is dat een beloning op van 100.000 gulden dus? Ook al is het anoniem. Wou ik net zeggen, ja. Ze kunnen het ook jou bellen om te zeggen alleen maar waar we ze kunnen vinden. Ik hoef niet de dader te weten. Dat hoef ik al niet eens meer. Ik wil alleen waar Marion en Romy zijn. Dat wil ik weten. Nou, ik hoop dat degene die hier iets van weet, dat die heeft gekeken. Het lijkt me dat hij dat niet kan negeren. Dank jullie wel. Ja. Oké. Okay. Na de reclame ziet u het slot van deze speciale MAUVE-uitzending met twee vrouwen die 5 jaar geleden nog kerst en oud en nieuw vierden in gezelschap van hun mannen. Maar sindsdien niet meer. Niet omdat hun partners werden vermoord, maar omdat ze volgens justitie zelf een jong meisje hebben verkracht en vermoord en daarvoor in de gevangenis zitten. Maar alles wijst erop dat dit een gerechtelijke dwaling is. Tot zometeen. Club Zaus, ultra refreshment with a sprinkle. Weet u nog? Afgelopen zomer, maar nu al bij D-Reizen zomervoorverkoop 1999. Eerste keus uit de nieuwe reisgidsen en honderden guldens voordeel. Ga snel naar een van de vele D-Reizen vakantiewinkels en haal de gratis krant om komende zomer echt van de zon te genieten. Vakanties beginnen bij D-Reizen. Reken maar. New Royal Club Sprinklers. Ultra refreshment with a sprinkle. The New Power Soul Music Festival presents op 23 december in de Prins van Oranje Hall in Utrecht. The artist formerly known as Prince. And the New Power Generation. Met Larry Graham als special guest. Bestel nu je kaarten bij de 150 grotere postkantoren. The artist, 23 december, Prins van Oranje Hall, Utrecht. Straks in Hart van Nederland. Irakese vluchtelingen in Nederland reageren sceptisch op het bombarderen van hun vaderland. En de sneltrein Utrecht-Rotterdam ontspoort na een botsing met een vrachtwagen. Door het ongeval op het drukke traject lopen veel reizigers vertraging op. Wij zijn er om 22:55. Graag tot dan. Geel, maar dan anders. Leerdammer, proef het. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit... De bestemming van Marco Borsato. Meer een morgen.
Citroën Saxo 538. Verkrijgbaar in 5 opvallende kleuren. Tot 3000 piek voordeel. Met meegespoten bumpers en buitenspiegels. Gordels in verschillende kleuren. Blauwe wijzerplaten. Speciale bekleding. Gele versnellingspook. Leverbaar in sportuitvoering. En bovendien een gratis uitgestelde betaling tot 1 januari 2000. Op de toch al waanzinnig lage instapprijs van 18.990 piek. Leuk toch? Auto van de zaak. Ook de bestemming van Marco Borsato. Koop je met de platenbon. Nieuwe werelden ontdekken. Culture bij Tabak voor Man. Nu ook Culture bij Tabak Blue. Exotisch fris. De nacht van 31 december. Gelredome in Arnhem. In samenwerking met SBS6. Het grootste en spectaculairste oudejaars dance event van Nederland. De Radio 58 New Year's Eve. Met onder andere Rotterdam Chaos, Slash, Solid Harmony, DJ Sean, Miss Monica, DJ Quicksilver. Kaarten 75 gulden. Alleen in de voorverkoop verkrijgbaar bij de grotere postkantoren en grenswisselkantoren. Of 24 uur per dag via de Gelredome reserveerlijn. 0900 1314. 75 cent. De Radio 58 New Year's Eve. Don't miss it. Be there. De affaire waaraan we de afgelopen jaren misschien wel de meeste uitzendingen besteden, is de Puttense moordzaak. Want volgens mij, maar bijvoorbeeld ook volgens oud-hoofdcommissaris Jan Blauw, zijn voor de moord in 1994 op de stewardess Christel Ambrosius de verkeerde mannen tot lange vrijheidsstraffen veroordeeld. En, als dat zo is, dus het slachtoffer van een enorme gerechtelijke dwaling. De vrouwen van de vermeende moordenaars, die nu al bijna 5 jaar vastzitten, zijn net als in 1997 vanavond hier. Maar eerst een korte terugblik. Op zondagmiddag 9 januari 1994 wordt de 23-jarige Christel Ambrosius in haar oma's huisje in Putten gevonden. Ze is op gruwelijke wijze vermoord. De Puttenaren Wilco Fiets en Herman Dubois worden hiervoor op uiterst dubieuze gronden uiteindelijk in hoger beroep tot 10 jaar celstraf veroordeeld. Het meest omstreden in de hele zaak is wel een grote spermadruppel op het been van het slachtoffer, waarvan onopstotelijk vaststaat dat hij niet van de mannen afkomstig is. Desondanks hebben de twee er inmiddels het grootste deel van hun straf op zitten. Buiten de gevangenismuren wordt de verbeterde strijd om hun eerherstel onvermoeibaar voortgezet. Ons onderzoek in samenwerking met oud-hoofdcommissaris Blauw naar de moord op Christel Ambrosius, naar het recherchewerk en naar de veroordeling van de twee mannen leverde de afgelopen jaren een berg van twijfels, fouten en ontlastende aanwijzingen op. Vorig jaar spraken de vrouwen van de veroordeelde Puttenaren in restaurant Malve in Laren hun hoop uit voor 1998. Maar ik hoop in ieder geval dan samen met Herman niet te zitten. Dat zou natuurlijk al... Tafel hebben. Ja, zeker. Maar dan zou het natuurlijk... Dat zou gewoon perfect wezen. Dat zou ook in mijn ogen, dat heb ik ook al vaak gezegd, niet meer als terecht zijn. Ja, dat... Maar hoe ik het jaren... Waar ik ook op hoop, dat kan ik eigenlijk in één woord zeggen, dat is gerechtigheid. Dit voorjaar toonden wij aan dat de recherche kennelijk doelbewust belangrijke feiten en omstandigheden buiten het dossier had gehouden. Zo bleek dat er een onderzoek was verricht naar een man die op de dag van de moord in de buurt van de plaats delict was geweest en die exact zo'n auto reed als waar volgens de recherche de veroordeelde mannen op dat moment ook in zouden hebben gereden. Iets wat de rechters dus nooit hebben kunnen weten, omdat het simpelweg niet in het dossier was opgenomen. En ook twee advocaten zagen nieuwe kansen voor heropening van het onderzoek. Meester Doedens uit Utrecht en meester Spong uit Den Haag. Spong startte een procedure voor de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij trachtte de commissieleden ervan te overtuigen dat de Puttenaren een oneerlijk proces hadden gehad, doordat er politiedossierstukken door het Openbaar Ministerie waren achtergehouden. Maar het mocht niet baten. Dit najaar kwam de beslissing. Het verzoekschrift werd unaniem niet ontvankelijk verklaard. Volgens Spong zijn nu alle mogelijkheden uitgeput.
Maar ondertussen heeft de Utrechtse strafpleiter Doedens nog pijlen op zijn boog. Hij probeerde deze zomer via een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor voor de rechtbank in Den Haag eveneens aan te tonen dat Fiets en Dubois onrecht was aangedaan doordat ze een oneerlijk proces hadden gehad. De rechter wees het verzoek af. Maar Doedens is nu in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Dag Anja en Evelien, welkom weer in Mauven. De vorige gasten die hier aan tafel zaten, die hebben allemaal een naaste verloren door een misdrijf. Jullie mannen worden juist verdacht, of sterker nog, die zijn veroordeeld voor zo'n misdrijf. Daar zit iets heel tegenstrijdigs in, hè, dat jullie hier zijn. Ja. Wat doet het met je als je de verhalen van deze mensen hoort en de emoties ziet? Ja, dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Je wordt er ten eerste dan weer heel erg bewust van dat wij ze in ieder geval nog hebben. En dat we daar ook vreselijk dankbaar om mogen zijn. Maar aan de andere kant, als je eigen man verdacht wordt van een moord, elke keer ook als ik dat stukje van die reconstructie zie, dan denk ik gewoon van, nou, mensen denken dus dat hij dat gedaan zou hebben. En dat is eigenlijk gewoon niet maar dat is niet te accepteren ook. Dat mensen gewoon alleen al het idee dat ze dat denken, daar heb ik op zich al heel veel moeite mee. Want ik weet gewoon dat hij dat gewoon pertinent nooit zou kunnen doen. En dat maakt het wel heel erg moeilijk, want onze mannen zijn dus in heel veel mensen de ogen zijn dat daders. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Vorig jaar toen zei je, nou, ik ben weer aanwezig in Mauven en dan zit mijn man naast me, Herman. Ja. Maar is het niet? Nee. Nee, het is eigenlijk al op zich natuurlijk belachelijk dat het zelf doet. Als je alles op een rijtje ziet. Justitie die wil gewoon die pot gewoon volgens mij zo dicht houden. En ze willen het gewoon pertinent niet meer toegeven. Want dat merk je ook elke keer weer. Want het enige antwoord dat we elke keer weer krijgen is dat de rechtbank gesproken heeft. En dat niemand durft gewoon in opspraak te komen. En terwijl we overal reacties krijgen van mensen die zeggen, jongens, dit kan gewoon niet. Het wordt ook voor iedereen elke dag weer steeds duidelijk. Of elke dag is natuurlijk een beetje overdreven. Maar ja, iedereen zegt hetzelfde. En justitie doet gewoon helemaal niks. Hoe ga jij daarmee om, Evelien? De ene procedure na de andere verstrijkt. Ja. Europese Hof afgewezen. Heb je nou nog wel een beetje vertrouwen dat het ooit goed komt? Ja, ik denk dat je dat dan moet blijven houden. En dat wil je ook, want anders kunnen ze het goed ophouden. Maar is het reëel? Is het geen hoop tegen beter weten in? Ja, dat zal de tijd uit moeten leren, denk ik. Maar ik heb zelf nog zoiets van, zolang als je... ik heb gewoon het gevoel dat je kan dit niet zomaar laten gaan. En die strijd hou je gewoon. Ik kan me er niks bij voorstellen om nou te zeggen van jongens, het is zometeen toch oktober 2000 en laten we nu maar gewoon af gaan wachten wat er dan in de tussentijd gaat gebeuren. Dat kan niet. Wat hier gebeurt is gewoon onterecht. En dat kun je niet naast je neerleggen. Dan moet je gewoon tegen ingaan. Ja, absoluut. Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd dat het wel opgelost wordt, hoor. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn die hiermee kunnen leven. Dat kan gewoon niet. En er zijn natuurlijk ook mensen die dat wel tegen me zeggen. Ooit komt de waarheid boven tafel. Ooit komt de waarheid boven tafel, ja. Daar blijf ik van overtuigd. Dat wil ik ook gewoon. Dat neemt niemand me af. Nooit. Evelien, wat is nou de mening in Putten over deze zaak? Jullie wonen in een kleine gemeenschap. Er wordt ongelooflijk veel gepraat. Iedereen heeft een mening. Wat is nou de mening over deze kwestie? Nou, wat ons te oren komt, is gewoon dat iedereen eigenlijk zeker weet dat ze het niet gedaan hebben. Maar stel nou eens dat die oplossing er nooit komt. Dat nooit echt onomstotelijk komt vast te staan dat het een gerechtelijke dwaling is geweest. Ja. Wat dan? Ja, dan moet je nog verder met je eigen weten. Het is niet eens je eigen gevoel, maar je zekerheid die je hebt. Ik wil gewoon mijn man terug en ik wil de vader van mijn kinderen terug. En ik heb daar ook recht op. En ik denk dat een rechter nu gewoon maar is, dat er eentje dan maar eens een kerel moet wezen en die moet zeggen van jongens, dit kan gewoon niet. Het heeft veel te lang geduurd en het moet nu maar eens stoppen. Maar ik ben wel bang dat het niet gebeurt. Ik heb wel hoop, maar ik heb wel ook mijn angsten, ja. Nou, ik hoop dat die duidelijkheid in het nieuwe jaar heel gauw komt. Dank je wel. Tot zover deze bijzondere laatste aflevering van 1998. Eentje met zichtbare en onzichtbare emoties. Op kerstavond en oudjaar zijn er aangepaste programma's en wij zijn daarom pas in 1999
op donderdag 7 januari weer terug. Ook de emoties grijpen mij aan, zo kunt u horen. Dan zijn we er weer met een dossier zoals u van ons gewend bent. Dus zorg dat u er geen seconde van mist. En dan heeft u ook in 1999 altijd een alibi. Tot dan.